Field Lab Camino is een initiatief van World Class Maintenance, onderdeel van de FME, samen met een aantal landelijke en regionale partijen. En het gaat over 100% voorspelbaar onderhoud in de infrasector. Ook wel smart maintenance. We staan hier op het gemaal bij IJmuiden, het grootste gemaal van Europa en het op één na grootste gemaal van de wereld. Eigenlijk vormt het de toegang van de Noordzee naar de binnenwateren. Maar het heeft ook een hele belangrijke rol bij het drooghouden bij een groot deel van Nederland. En dat is eigenlijk best al een groot gebied. Het strekt zich uit tot met de Veluwe. Als het hier misgaat, dan hebben we in de Randstad heel veel wateroverlast. We zijn op het gemaal IJmuiden al een tijdje bezig met het inrichten van smart maintenance. Bij het gemaal hebben we een digital twin waar we mee werken. Dat levert eigenlijk een belangrijke bijdrage om meer inzicht te krijgen in het functioneren van met name de technische installaties. We zijn hier bij de maalgang. Beneden staat hier de pomp, zo'n 12 meter diepte. Wij hebben hier een digital twin gemaakt, een soort digitale tweeling. En het mooie hiervan is dat wij de werkelijkheid van buiten, wat we buiten zien, hebben we nu naar binnen toe gehaald, zodat we op kantoor naar de werkelijkheid kunnen kijken. In zo'n virtuele wereld hebben wij een koppeling gemaakt naar ons informatiesysteem, dat we meteen van de pomp of van die maalgang meteen de informatie van het betreffende onderdeel op het scherm krijgen. Maar je kan ook vanuit de smart maintenance grafieken zien in die virtuele wereld of iets gaat falen. Nou, er worden hier sensoren worden hier op de installaties aangebracht. Waarmee we zeg maar, het functioneren van die installaties kunnen monitoren. Je ziet hier een plas met water. Nou, wij kunnen nu gewoon de maalgang in, dus we hoeven niet te duiken. We kunnen helemaal naar de achterkant van de maalgang lopen. Hè? Dus we kunnen kijken waar die pomp staat. Je kan bijvoorbeeld een hoogspanningsruimte in. Daar kan je normaal niet komen. En dat kunnen we dus nu wel allemaal achter ons bureau kunnen we dat zien. Pompen die een hoger vermogen vragen en die ook trillingen eigenlijk weergeven die we ook kunnen monitoren, kunnen we al zien dat er iets aan de hand is. En dat is een voorbeeld waarbij we zeg maar eerder in kunnen grijpen en eigenlijk het falen kunnen voorkomen. We zijn gestart met het bouwen van de digital twin. We zijn ook nu aan het kijken wat voor soort sensoren moeten we inbouwen op de installatiesystemen en constructies. Ook hier kunnen zaken stuk gaan. We hebben nu een pomp die defect is. Ja, en dat zou Smart Maintenance enorm geholpen hebben om dit eerder te kunnen waarnemen. Investeren aan de voorkant betekent maximaal de vruchten plukken aan de achterkant. Samenwerken, overheid, kennisinstellingen en marktpartijen samenwerken aan smart maintenance richting de toekomst.